Ja, kan ook een beetje deze kant op, Jan. Kan een tikje deze kant op duwen. Ja, dat heb ik omhoog. Ja, heb ik een beetje omhoog. Deze steen dook ineens op ergens. Waar was dat? Die werd ontdekt door de heer de Groot van de gemeente. Dus die zag liggen bij op de gemeentewerf. Tussen allemaal andere dingen. En de steen viel op door het wapen dat was. Zonder een steen. En met nader onderzoek bleek dat dus het wapen van Schoten te zijn. Niet helemaal correct, want het echte wapen is iets anders. Maar het was wel herkenbaar dat dat bedoeld werd. En toen werd het interessant voor ons. En toen, toen heeft hij de heer Kerkvliet benaderd. Die had weer een vrouw al heel lang. De secretaris van de stichting van de Schoten, en dat kennen wij dus allemaal. En zo kwamen wij dus
Dus dachten we, steen, we moeten er zijn. We eens gaan kijken. En toen vonden we het toch wel interessant. En dan gaat het leven. Dan denk je, waar komt zo'n steen vandaan? Dat is de eerste vraag. De tweede is, waar gaat die heen? Nou, die tweede vraag is beantwoord. Dat komt hier te liggen. De eerste vraag, waar die dus vandaan komt, daar zijn we nog niet helemaal uit. We hebben een vermoeden dat die bij de entree van Huis te Zanen gelegen heeft. En Huis te Zanen was eigenlijk van de familie Bredius. En die hebben dat in de jaren 80 van de 19e eeuw laten restaureren. Of, en dat heeft Berlage gedaan, de Berlage van de beurs. Ik was een jeugdwerker nog. En mogelijk is dus die steen toen gemaakt. En met de, gezien de slijtage zou je kunnen verwachten dat die veel belopen is. Stoepsteen? Ja, zo'n stoep dat hij dus als entree, nou ja, 50 jaar lang, dat is ongeveer tot eind jaren 20, vorige eeuw, dat de steen daar gelegen zou moeten hebben. Nou ja, 50 jaar overheen lopen, dan krijg je slijtage. En toen is het mogelijk, dat is dus heel veel aanhalingstekens, mogelijk is de steen toen weggehaald. In 1929 werd het een filiaal van de Stadsbibliotheek. En de steen is in ieder geval op de gemeentewerf gekomen. Maar wij zijn dus aan het onderzoeken op die allerlei bronnen. En misschien dat nu hier ligt, dat ineens iemand opduikt hier die we zien liggen, die zegt van, hé, ligt die nu hier? Die lag vroeger daar. Dat zou mooi zijn. Dan weet het. Maar zover zijn we nog niet. We hebben het nu, in ieder geval hebben we dat komt een aanbemiddeling van de heer Groot. Ja, leuk, hè? Dus ze zeer te willen zijn geweest. En de heer Rosbach van de Werf, die er helaas niet bij is. Maar die, hij zou komen. Hij zegt, misschien komt hij nog. Ja, maar die hem goed in de gaten heeft gehouden, dat hij ook bleef liggen tot wij hem kwamen ophalen. Nou, uiteindelijk is dan zover gekomen dat we de steen, dat we toestemming kregen om op een mooie plek te leggen. Dat is hier, bij het Schootenrechthuis. Nou, wat is een mooiere plek, historisch gezien. De steen werd iets verplaatst en dank aan allen voor de hulp en de inzet en de... Deze Roald van Galeren, hartelijk dank voor deze inzet. We willen ook dank aan de heer Rosbach die er dan niet is. En ook aan mevrouw Harthof die het ook niet allemaal toegelaten heeft. Dat je het leuk vindt. Mee hadden te denken. Ja, mee. En dank aan de heer mevrouw Kerkvliet. Toch. Zonder hun hadden wij ook. En ik heb voor de mensen die daar iets van zeker overschoten. Een boekje dat is een aantal jaren geleden verschenen. Over de historie van Schoten, deze gemeente die dus in 1927 bestaan heeft. Maar waarvan wij als Stichting Historie Schoten de herinnering levend proberen te houden. Onderzoeken wat is er nog van bekend. Het leeft nog behoorlijk, want het Haarms had een aantal maanden geleden een tentoonstelling in de Stadsbibliotheek. En toen werd er een oproep gedaan in het Haarms Dagblad van hoeveel echte Schotenaren, dus mensen geboren voor 1 mei 1927, zijn er nog. Nou, dat bleek nog heel veel mensen te zijn, ook meer dan 80. En dat leverde een aardige artikelencyclus op in het Haars Dagblad. Het Haars Dagblad is er nu ook weer bij me. Dat maakt ook dank voor deze. Ik heb voor hier de Groot. Van Galen is trouwens ook een oud Schotens bedrijf. Schoten heet het. Het is een cirkel rond eigenlijk. Ja, dat is heel mooi. Ja, dat kan daar in de bosjes doen. Ja, dat is een steentje tussen. Oh jee. Daar hadden we wel een paar. En de steen ligt op zijn plaats. Nee, dit is niet de thee, even een paar keer.